Nou, Ronald, welkom hier uh, bij mij op kantoor in Utrecht van uh, Cryo-Expedition. Uh, hier ligt voor ons ligt een, een, een mooie parkeerschijf. Volgens mij, uh, zeker ook hier in de achterkant, uh, daar is de camera, uh, ver, uh, Ja, het gelijk waar je mee bezig bent. Uh, jij bent de, de founder van, van Park Your Car. Ja. Uh, wat is, uh, ik, ik heb al mijn vermoedens, maar wat is uh, Park Your Car? Een simpele one-liner is een Airbnb van parkeerplaatsen. En het is een marktplaats tussen aanbieders van parkeerplaatsen die overcapaciteit hebben en parkeerplaatsen geld willen verdienen met hun vierkante meters en uiteraard voor parkeerders die goedkoper kunnen parkeren. Dus ja. het type situatie is dat een hotel overcapaciteit heeft, die verdient 24/7 meer geld met de vierkante meters en, uh, en er is ook veel dynamiek tussen weekenden en werkdagen. Dus, dus een, een forens uh, kan overdag op een oprit parkeren. En in de weekenden zijn uh, bedrijventerreinen ook. Uh, nou ja, daar is veel ruimte om te parkeren, natuurlijk, uh, voor bijvoorbeeld toeristen of uh, dagjesmensen. Ja, dus je richt je zowel uh, op, op de individuele uh, uh, oprijlaan als uh, de, de corporate uh, parkeerplaatsen? Ja. Primair voor het volume, uiteraard, met name bedrijven. Dus bedrijven, treinen, hotels uh, zijn onze belangrijkste doelgroepen. Maar uiteindelijk willen wij een beweging creëren. Dat is ook even belangrijk om te melden. Er is een stichting Goed Parkeren. 1% van de parkeeromzet gaat naar die stichting Goed Parkeren. En die ondersteunt projecten die in de stad mooier, groener, leuker. En, uh, en veiliger maken ook. Het meest concrete voorbeeld, dat zijn leefstraten. Dus we willen ook uiteindelijk off-street parking bevorderen. Dus parkeergarages uh, uh, daar parkeren. En niet zoveel meer op de grachten, zoals hier in Utrecht. Ja. Uh, op de oude grachten. Is een Oerlelijk. Bizarre situatie ja. ontstaan. Ja. Ja. Dus het is in die zin ook een, uh, een social enterprise. Uh, uh, we hebben wel een doel. Uh, dat is misschien belangrijk om te melden. 100 autolieuwe stadcentra binnen nu een tien jaar. Mm -hmm. Dat is wat we willen neerzetten. En dat is overal via die stichting gaan. Ja, dus uiteindelijk, jouw doel is geen auto meer op straat. En jouw middel is parkjokker. Ja, middel, ja, precies. Dat is de versneller, absoluut. Ja, dat is het vliegwiel. Ja, en hoe kwam je bij het idee? Ik heb milieu gedaan. Dus ik ben zes jaar lang lastiggevallen met het beter benutten van resources. Beter benutten van dat wat er is. Dus dat is eigenlijk mijn oorsprong. En ik ben heel lang al een huisruiler. Dus nu is geen Airbnb mijn huisruiler. Dus ook het benutten van de ruimte die er gewoon tijdelijk is. Heb ook uh, nou als ondernemer ook gekeken wat er gebeurt op mobiliteit. Wat gebeurt er in een stad? Vind ik Dat een heel spannende dynamiek. De zelfrijdende auto was de invloed en dacht. hé, hey, er is zoveel overcapaciteit aan plekken. Hier is een enorme er is, en er is zo frustratie bij veel parkeerders. Hier is een enorme niet. En uiteindelijk ook gekeken naar. Uh, Buitenlanden, dit werkt al in heel veel buitenlanden heel goed. En ja, waarom zou dat niet in Nederland werken? Dus ja. dat zei ik een stukje achter. Ja. Want, want, want bijvoorbeeld in het UK heb uh, je wat Justpark. Ja. Is daar is hij heel groot. Ja. Uh, op de Nederlandse markt daar zijn ook verschillende spelers actief. Ja. Uh, hoe, um, uh, op wat voor manier? Kijk, want uh, met het platform heb je dat vraag en aanbod. Uh, wat was degene waar, waar je als eerste op, uh, op bent gaan focussen? Vooral aanbod. Ja, echt hotels en hotelketens ook wel, die hebben we benaderd. Dus een aantal hotels, dat loopt nu redelijk goed qua omzet. Uh, aardig wat, wat tra transacties uh, vinden daar plaats. Maar het is inderdaad de grote uitdaging om de demand, de vraagkant, inderdaad de, de automobilisten te bereiken. Wat we uiteindelijk willen is samenwerking met gemeentes, doordat wij andere doelstellingen hebben. Ook even met de competitie, zeg maar. Het gaan we anders parkeren: prv parkeren, off-seat parking. Dat we met gemeentes ook het echte volume gaan realiseren. En ja. we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met, uh, met Q-Park om te kijken of we aansluiting kunnen vinden bij hun uh, ja, Europese areaal aan uh, garages. Ja. En, en op wat voor manier maak je dan in ieder geval enerzijds even, maak je de afspraken en dan volgens in de praktijk, uh, want, uh, want, 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 want ieder hotel heeft zijn eigen slagboomensysteem uh, dus op, 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 op wat voor manier kun je dat inrichten zonder dat je daar echt enorm veel uh, tijd mee, mee, mee kwijt blijft zijn? Ja, nou, bij, een, bij een hotel is het, uh, het 24-7 een receptie, dus Dat is heel handig. Mensen hebben een inrijdticket en leveren die weer in en krijgen een uitrijdticket. Maar wat we ook ondersteunen, op ons parkeerticket is een bar, via een barcode en een QR-code, dat mensen gewoon via een barcode reader ook toegang hebben tot een uh, parkeerfaciliteit. Dus dat een slagboom opent op het moment dat zij hun, ons parkeerticket onder de barcode reader. Uh, ja. Dus het werkt met een, met een QR en barcode. En ja. Uh, ja, dat is gewoon prima. Dus op die manier is het eigenlijk vrijwel geautomatiseerd toegang. Wat we ook ondersteunen is uh, kentekenherkenning. Er zijn natuurlijk ook uh, systemen die een kenteken herkennen. En dan rij je eigenlijk gewoon de garage of de parkeerfaciliteiten in. Ja. Ja, ja, klopt net ja, toevallig wat ik net vorige week ook uh, bij een parkeer van ze werkte. En toch kreeg ik daar een beetje in ieder geval uh, in alle privacydiscussies ja. zo'n zo gevoel, ook al weet je over wat gebeurt het. Toch even zo van van hey, wacht even, laat je mijn kenteken, weet ik dat wel. En wat gebeurt er met die data? Dat is puur even een, een eigen eigen, <laughs> eigen gekkigheidje. En als je kijkt, uh, dus eerst richten op de aanbodkant. Natuurlijk ook, waarschijnlijk uh, eerst de grotere partijen, zodat je daarmee ook gewoon in één keer ja, vo voldoende aanbod hebt. Ja. Uh, de vraagkant, hoe, uh, hoe uh, ben je daarmee begonnen? Dat doen we eigenlijk met name via AdWords. En het is ook vaak event-driven. Um, uh, dus het beste voorbeeld is Sail vorig jaar. Sail in Amsterdam in augustus. We, we wisten vrij goed wat alle likes waren op Facebook natuurlijk van wat, watersportliefhebbers. Nou, toen hebben we echt vrij eenvoudig via Facebook heel veel mensen weten bij de rijke automobilisten. En, uh, dus, dus we haken, en we haken aan op locaties. Dus wat we ook wel doen is via LinkedIn-campagnes. Uh, en Ad, AdWords uiteraard meer in de algemene zin. Dus social media, uh, en ja, dat is met name de parkeerderskant, de hmm. vraagkant. Ja. De aanbodkant doen we ook wel zelf met direct mailings, uh, bellen en ook met flyering. Uh, ja. Heel praktisch. Ja, ja maar op, op een of andere manier moet je dus eigenlijk een beetje in het gewoon systeem van, van, van de mensen komen. Ja. Uh, als we naar mezelf kijken, uh, heb ik ook maar een bepaald uh, aantal apps op mijn telefoon uh, voor parkeren. Heb ik bijvoorbeeld nu de uh, uh, Parkmobile uh, ja. uh, uh, die, uh, die ik veel gebruik. Ja. Dus, dus, dus op wat voor mensen zorg je ervoor dat met zo'n event, dan, dan, dan komen de mensen, neem ik aan, vaak als eerste in aanraking met, 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 de, uh, met, met de dienstverlening. Op, ja. op wat voor manier zorg je ervoor dat ze ook weer terugkomen? Uh, nou, we, we doen uh, custom satisfaction service natuurlijk. Hè, van wat was de parkeerervaring uh, en wat was de, hun ervaring met ons platform. Dus hoe hmm. vonden ze eigenlijk dat proces gaan. Die, die beoordelingen zijn heel positief in ieder geval. Dus dat is in ieder geval in, in termen van potentiële loyaliteit uh, positief. Wat we verder met de aanbieders uh, bespreken is uh, op het moment dat, dat er iemand, een echte event goer, om het zo maar te noemen, een event uh, bezoeker, mm -hmm. dat we misschien korting kunnen bieden aan die persoon. Dus we zijn zelf nu aan het zoeken en aan het, aan het uh, overleggen met onze aanbieders, want dat is toch een afhankelijkheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen vaker, dat ze echt een recurring customer wordt. Ja. Misschien aardig om te noemen is dat bij airport parking hebben we al veel uh, mensen die gewoon telkens weer bij hetzelfde hotel parkeren. Dus ja. dat is al een hele goede ja. dat, die, die, hebben dus, die hebben hun gedrag aangepast van Schiphol parkeren of anders parkeren naar onze parking. En nou, ja. dat kan op meerdere type aanbieders ja. uh, gaan plaatsvinden. Ja, maar dat ja. is echt nog pivoten en uh, uitproberen ja. en bespreken. Ja. ja, misschien ook kijken naar op wat manier je er nog meer. Uh, extra dienstverlening, dus uiteindelijk, de benefit niet alleen bij het parkeren, die maar ook bij doorheen bijvoorbeeld was, uh, afgelopen vrijdag was ik in Winchester en daar was een, 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 een jongen die had een, een, uh, een ridesharing sharing service, soort een blablacar en die maakt wel deals met, uh, deal met evenementen van goh weet je wat, als je gaat ridesharen, dan mag je vooraan parkeren en dan krijg je de, 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 ja. de snelle inchecklaan uh, wanneer je het, het, het terrein op wil gaan mooi, is ook leuk om op die manier ook daar nog uh, naar te gaan, uh, te gaan kijken ja. Ja, nou ja, leuk dat je, je noemt, een van de is dat we elektrische auto's ook voorrang willen geven. Dus we kijken ook nadrukkelijk naar bestaande parkeerfaciliteiten waar dat een aardig goede voorziening is. Dus er is echt een uh, grote pijn zit daar bij mm -hmm. de elektrische auto, uh, automobilist. Maar ja, inderdaad, dat uh, is uh, incentives nadenken over hun benefits. Ja. Uh, en wifi-faciliteiten, werkplek uh, is er als mensen even wel, uh, uh, of ontbijt, services. Uh, en inderdaad, uh, connected thinking vanuit met elektrisch vervoer, verder na het evenement bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat zijn ja, ja. allemaal ideeën die we nog tot uitvoer gaan brengen. Ja. En, en je, je, je zit in Nederland en ook in Ierland? Ja. Uh, hoe kom je daar terecht? Ierland dan? <laughs> ja, in Ierland, ja. Nee, pre, precies. Ja, ja uh, Diane Hurley, die ken ik van mijn ondernemersclub, uh, Entrepreneurs Organization, al een jaar, vier. En uh, zij had ook de ambitie om, om iets te gaan doen in de sharing economy, collaborative economy. Dus we hebben vrij snel uh, na een aantal gesprekken besloten om samen deze venture te starten. En uh, zo geschiedde, dus zij ja. opereert vanuit Dublin en ik vanuit Amsterdam en Nederland. Uh, en heel belangrijk is dat wij ook een Europese ambitie hebben. Anders zouden we onze b natuurlijk ook niet kunnen inlossen mm -hmm. van die 100 steden. Ja. Maar dus, het uh, ging op die manier vrij organisch. Dezelfde ambitie, dezelfde stip op de horizon. En, en op die manier ook internationaal mm -hmm. al meteen iets neerzetten. Ja. Ik, ik, ik ben nu een, een podcastserie How to Start a Startup aan het, uh, aan het luisteren... vanuit, vanuit, uh, vanuit uh, uh, Stanton University, waar uh, Y Combinator de, eigenlijk hun twintig beste lectures... die ze maar al intern geven, ook uh, gewoon in ieder geval nu, nu hebben gedeeld. En daar heb ik één aflevering geluisterd uh, uh, over teams en, en founder teams. En wat, wat daar één van, van de mannen zei, uiteindelijk um, founder teams die niet... Fysiek met elkaar op één locatie zitten, is gewoon heel lastig om dat succesvol te maken. Dus, 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 dus wat, wat doe je eraan? Wat, wat, wat zijn de, de dingen waar je het eraan loopt? Maar, maar, maar wat zijn ook de dingen die je eraan doet om daar uh, uh, toch een succes van te maken? Ja, nou dat zeker. Dat ondervind ik ook zeker. We hebben drie keer per week, dus om de dag, een, uh, een vrij uitgebreide Skype-sessie, of Zoom in ons geval, maar in ieder geval ook dat je elkaar al oh. ziet. We hebben vrijwel elke dag ook telefonisch contact of via Skype of anderszins in ieder geval. Dus dat is zeg maar de boring van de, meer, de oper, meer het operationele. En elke zes tot acht weken hebben we face-to-face -face een, uh, een meeting in, in Londen of ergens anders. In ieder geval dat we drie dagen mm -hmm. bij elkaar zitten, meer op strategisch niveau ook terugkijken. En, waar we, en we werken met de Rockefeller Habits. Dus dat zijn dan kwartaaldoelstellingen op, op teamniveau en, en ook uh, kwartaaldoelstellingen op persoonlijk niveau. Mm -hmm. Dus het houdt ons ook scherp en dat is ook uh, motiverend naar elkaar toe. Maar het is zonder meer een grote uitdaging. Het is uh, absoluut. Uh, uh, ja, als, je, als je gewoon simpelweg kunt kiezen, dan is het natuurlijk gewoon met elkaar elke dag ook met de poot in de klei ja. eh, bouwen. Ja. Maar ja, dit is zo gegroeid en, ik, en, en, en op dit moment werkt het met de tools en met de dingen die ja. we nu doen. Ja. Uh, werkt het gewoon uh, goed. Ja, ja plus denk ik denk ook jullie je voordeel is dat, dat je ook gewoon in een ongeveer gelijke tijdzone zit. Het is niet van uh, ja. uh, Amsterdam, San Francisco wat echt gewoon onmogelijk is. Maar het alleen maar s'nachts aan. één uh, dus uurtje eerder. Dus je ja, hebt ja, soms right. voordelen in de ochtend. Ja, ja. <laughs> ja, <op> nadelen. <laughs> Nadeelen, ja. ja. Precies, ja. 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 En, en de groei op een gegeven moment, uh, want uh, in welk jaar zijn jullie begonnen? We zijn uh, op papier 2014 begonnen. Dat was uh, met een, uh, een ex-compagnon van mij, die is er vrij snel uitgestapt. Maar effectief zijn we operationeel in augustus vorig jaar, 2015, mm -hmm. geworden met Sale. Sale was ons launching event. Ja. Dus we zijn nu drie kwart jaar onderweg uh, ongeveer, we hebben uh, aardig wat users in ieder geval, nou, er loopt gewoon omzet door in ieder geval, de, de kinderziektes zijn uit ons platform, mm -hmm. um, er is attractie, er is aandacht in de media ook, we stonden bijvoorbeeld op het voorpagina van het Eindhovense Dagblad, we hebben een parool gestaan, nou, dus, uh, dat is een goed begin. Ja, dat is, ja, dat is mooi. Maar het is voor ons heel erg de uitdaging om, om uh, vanuit impact, om impactfondsen te vinden om, om de verdere groei te faciliteren. Ja. Dus dat is onze ja, belangrijkste prioriteit nu. Ja. En, en, en als je kijkt naar naar de, de, de andere spelers op de markt in Nederland. Uh, want het viel mij op dat het best, wel, best, wel, best wel best wel druk is. Ja. Uh, ja. Op, wat, op wat manier positioneren jullie jezelf in ieder geval uh, in verhouding met, met, met de andere spelers en en. en, en, en uh, denk je ook dat er ook op lange termijn ook ruimte is voor meerdere, voor meerdere partijen? Of is er uiteindelijk ruimte voor eentje? Ja, even met laatste beginnen. Uh, de, de market size in Nederland is 500 miljoen euro omzet, parkeeromzet. 200 miljoen van die 500 is een gemeentelijk verhaal, waarvan 133 miljoen voor de gemeente Amsterdam. En dat is ook een klein beetje een, deels een antwoord op, jou, op jouw eerste vraag. Dat wij, uh, wij zijn echt anders dat we met stadsbesturen samen willen werken. Dus met de gemeente Amsterdam gaan we wellicht een experiment doen met vijf parkeervakken om die te transformeren. Tot leefstraatachtige omgevingen bijvoorbeeld. Dus het allerbelangrijkste is dat. Dat wij uh, die, die, die doelstelling hebben van meer off-street parking bevorderen. Mm -hmm. Verschillende stadsbesturen, waaronder ook Utrecht, uh, Rotterdam en uh, ook Amsterdam, die hebben ook expliciet die doelstelling opgenomen om, om, om zeg maar, wat, uh, parkeren anders in te richten mm -hmm. in hun stad. Dus onze eerste ambitie is om daarmee te partneren uh, en dat maakt ons echt nadrukkelijk anders dan die andere partijen, dan ja. bijvoorbeeld MobiPark of ParkU en uh, en en de like. Uh, of het een, uh, ik denk dat het Natuurlijk, in, in deze wereld van platforms is het vooral de winner takes the all op zich wel. Ik denk wel omdat wij ons zo anders neerzetten dat er een merkvoorkeur ontstaat mm -hmm. bij bepaalde automobilisten. Nou, als ik 1% van de parkeeromzet gaat naar die, uh, die doelstellingen, dan parkeer ik liever bij hen dan bij een van die andere partijen uh, van het zeg maar, alternatief parkeren ja. of bij een reguliere aanbieder. Ja. Um, en, ja, en, en, en aanbieders kunnen ook 1% van de parkeeromzet ook aan een goed doel uh, uh, schenken. En dat zijn dingen die bijvoorbeeld Justpark in de UK, die daar gewoon heel goed werken. Dus we kijken ook heel erg naar de learnings van andere landen. Ja. Ja. Dus uh, ja, er, er zal een merkvoorkeur moeten ontstaan ja. voor uh, ja. goed parkeren. Dat ja. is natuurlijk uh, waar we dan voor staan. Ja. Ja, maar ik denk dat uh, als jullie ook gewoon echt gewoon verder kijken dan alleen maar die parkeerplaats, maar uiteindelijk ook hè, naar het grotere plaatje. Precies. Uh, enerzijds, uh, daarmee uh, positioneer je jezelf uh, 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 op, een, op, een, op een unieke plek. Uh, anderzijds ook, ook, ook qua verdienmodel, uh, zitten daar, daar natuurlijk veel interessantere uh, 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 ja, combinaties in. Hè? Ja. Want, want uiteindelijk als jij natuurlijk alleen maar ik, voor een, uh, een vijfde van een tientje per dag uh, uh, per transactie pakt, dan, dan uh, moet je behoorlijke transacties uh, hebben per dag. Uh, wil je dat uh, ja. überhaupt uh, je hoophoofd kunnen houden? Ja, ja, dat klopt. Nou ja, dat is ook waarom we die beweging. Uh, we, we zien die beweging van auto luw. Die hebben we ook heel erg nodig en we zien ook dat allerlei ondernemingen en stadsbesturen ook die ambitie mm -hmm. hebben. Dus daarmee creëren we volume en daarmee lukt het natuurlijk ook om een gezond businessmodel uiteindelijk ja. te hebben. Ja. En, 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 en hoe zie jij de, de, de ontwikkeling en uiteindelijk opkomst van de, de, de zelfrijdende auto? Uh, binnen jullie model. Want uiteindelijk, van ja. mijn, mijn gedachte is: uiteindelijk dat zelfrijdende auto's voor een groot deel een die auto's zijn en voor een groot deel ook niet in staat zou moeten parkeren. Absoluut. Want als het ding gewoon rond uh, ja. en haalt mensen op. En als moet parkeren, dan pak je gewoon een efficiënt stuk en geen heel duur stuk uh, midden op, ja. uh, op de oude gracht. <laughs> nou, ik denk, ik denk dat, uh, uh, dat wij over tien jaar overbodig zijn. Dus in die zin uh, sta ik echt vierkant achter die hele beweging van zelfrijdende auto's. Wij zijn, wij zijn een versneller in dat proces naar een andere. De stad. Dus, dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En uiteindelijk, die, uh, die auto's te rijden natuurlijk uh, uh, wel behoorlijk 24/7 uh, rond. Maar die moeten ook op een gegeven moment ergens staan. Misschien is het alleen maar voor onderhoud. Maar eigenlijk, uh, mijn missie is gewoon om de komende 10 jaar die versnelling aan te brengen in andere steden. In ook echt de urban planning-sferen. Uh, uh, dit doen wij met, uh, met Parkje BV en met de Stichting Goed Parkeren. En ik denk dat, uh, dat die, die andere vorm van mobiliteit alleen maar. Uh, Heel erg uh, mooi kan zijn. Ja. En, uh, en voor, en het gaat natuurlijk over de leefbaarheid van de stad en bereikbaarheid van de stad. Ja. Dus ik, ja. ik ben heel erg benieuwd uh, naar die ontwikkeling. En, ja. Uh, ja, alleen maar prachtig, denk ja. ik. Tof. Nou, ik zeg we gaan het, we gaan het meemaken. Ja. Hey, dank voor het gesprek. Dankjewel. En, uh, ook. Succes. Dank je.